seconden. Nog een halve minuut. Welkom en leuk dat je kijkt bij deze nieuwe aflevering van Kicks, waarbij ik een van mijn allergrootste fans ga verrassen, Edine. Ze komt uit Den Haag, ze is 15 jaar, hockey vindt ze helemaal geweldig en naar eigen zeggen is ze mijn allergrootste fan. Edine heeft echt een vette wens ingestuurd. Ze wil namelijk met haar hockeyteam een voetbalkliniek van mij. Ik wil haar wel een beetje verrassen. En aangezien ze mij waarschijnlijk wel herkent, ga ik totaal vermomd. Wij hebben bedacht dat zij vandaag met haar hockeyteam een fotoshoot gaat krijgen en een videoshoot gaat krijgen voor de nieuwe website van de hockeyclub. Maar ondertussen, wie wordt de fotograaf? C'est moi. En nu heb ik iemand ingeschakeld die perfect kan metamorferen. Is dat een werkwoord? Denk niet. En dat is Christa. Jij gaat me vandaag helpen. Ja. Een ware grimeuze heb ik me laten vertellen. Wat houdt dat in? Nou ja, we gaan je vermommen. We gaan iets bij je kiezen wat ver weg van je staat, maar ook wel weer dichtbij. Omdat het moet wel realistisch blijven. Ja, en mijn grootste fan die gaat mij dus zometeen ontmoeten. Dus, of een van de, en zij herkent mij wel. Gaat dat lukken? Ik hoop het. We hebben in ieder geval genoeg om je te vermommen. We gaan gewoon aan de slag. Pruik 1. Nee hoor, dat is mijn haar. Nou, ik zou zeggen, nou niks meer aan doen. Waarom kan je het toch hebben? Dat zie je wel. Ik ben nu een beetje de vrouwelijke versie van Geert Wilders. Nou, ik ga nu al jullie tarotkaarten voorlezen. Ja, dit wordt hem. Wie ben ik? Emma? Jacqueline? Hallo, ik ben Daria. Hallo, ik ben Liesbeth. Maar je mag ook Lies zeggen. We zijn op de parkeerplaats van de hockeyclub. Waar Edine dus in de kantine zit te wachten op de fotoshoot van de nieuwe website. Oh mijn god, ik ben echt al heel erg nerveus, merk ik. Maar ik heb nog iets geregeld voor Edine. Ik heb een van mijn allerleukste teamgenootjes uitgenodigd, Kelly Zeeman. En ik ben heel erg blij dat Kel zo komt, want als ze zo meteen aankomt, ga ik hier staan. En dan ga ik haar vragen waar de hockeyclub is. En dat is dus test nummer 1, om te kijken of ik er een klein beetje anders uitzie. Sorry mevrouw. Zo, mag ik u vragen, weet u misschien waar de hockeyvereniging is? Oh, ik moet daar ook heen. Oh echt? Ja, ik moet foto's nemen voor de meiden daar. Ik ben hier heel erg slecht in, maar ze had echt helemaal niks in de gaten. Alright, dus we gaan zo naar binnen. Ik heb een hele crew bij me. We gaan haar nu verrassen en ik moet zo'n beetje de meest introverte fotografe ooit zijn. We proberen vooral niet de aandacht te trekken. Dus. Dit is echt heel erg eng. Ik ben echt bloednerveus. We gaan wat promobeelden schieten. Dus gewoon wat mooie sfeerplaatjes maken. Dan gaan wij geloof ik denk ik even het veld op. Gaan we even kijken. Ook even qua licht en zo voor de camera. Hoe dit allemaal zit. Christa van de fysiologie. Wat foto's maakt Liesbeth. Hoi. Ja, een beetje deze kant op kijken dan. Hier. Even voor deze camera. Die schaduw is niet mooi. Ja, en dan zullen we even een beetje achter die bal aan willen rennen. Even kijken, hoor. Ja, mooi. Lies is hartstikke tevreden, moet ik zeggen. Kun jij je stukje al eraan doen? Die rechterhand, ja, zo. Deze ballen. Even zo. Ja, even een momentje hoor. Het is mooi, ja. Ik vind het steeds beter worden. Ik heb ook een beetje andere stem ineens. Ja, en voor de scherp is zeker genoeg, hè? Ja? Ja. Heb je het door? Ja, ik heb het door. Hallo? Nog nooit zo mooi geweest, hè? Wat heb je goed gedaan dan? Ik dacht echt dat we je echt keihard in de zijk aan het nemen waren. Ik wist het een klein beetje hoor. Ik hoor aan je stem al een beetje. Nee, het blijft niet alleen met dit. Je krijgt ook van mij een kliniek in voetbal. Waarom was dat in hemelsnaam je wens om naar de hockey en voetbalkliniek te willen? Nou, omdat ik voetbal ook echt een hele leuke sport vind. En eigenlijk liefst doe ik allebei, maar het is niet combineren. Maar ik heb nog iets heel erg leuks. Niet alleen ik die de kliniek gaat geven, maar ook Kelly Zeeman. Serieus? Ja, serieus. Kel! Jongens, dames en heren, ik stel je voor Kelly Zeeman, oftewel gouden plak op het EK deze zomer namens de Oranje Leeuwinnen. Dus nou, daar is ze. Ben je blij? Ja, echt mooi. Kelly! Hi. Hi. Ladies. Alright, nou top. Ik ga hem even omkleden. Wij komen zo meteen terug op het hockeyveld. Nou, ik heb nog nooit op een hockeyveld gevoetbald, maar we zullen wel zien. Volgens mij gaat het helemaal goed komen, toch? Ja! Ja? Oké, meiden, kom erbij. Oké, belangrijke dag vandaag. Ik wil sowieso één van jullie 10 keer zien hoog houden. We blijven positief. Heb jij nog wat te zeggen? Ga knallen vandaag. 1, 2, 3!
Oké, meiden, kom erbij. Oké, weet je, we gaan vandaag 3 dingen doen. 1, hoog houden. 2, schieten op doel. Het is wel iets verkleind doel, heel raar. En als derde gaan we gewoon lekker partijtje spelen, omdat het koud is en lekker aan de slag zijn. Ja. Klaar voor? Ja! Ja. Oké, dus wat we gaan doen, zijn natuurlijk hockeymeiden, die gaan voetballen. Dus ik neem aan dat het niveau nog niet ligt waar Kel en ik al zijn. Dus we gaan beginnen met hoog houden. Je speelt hem 1 keer naar elkaar toe en dan laat je hem stuiten op de grond. En dan speel je hem terug. Kijk, hier hebben we al 2. Als het nou heel erg goed gaat, meiden, mag je ook tussendoor misschien wel meerdere keren hoog houden en dan doorspelen. Ja, dat ziet er goed uit. Ja, dus beweeg goed mee. Oké, hou even de bal vast allemaal. Ik heb een wedstrijdje. We gaan dus doen. Hij mag 1 keer stuiteren en dan mag je hem 1 keer terugspelen naar de ander. En we doen het 1 minuut. En wie dat het vaakst heeft gedaan, die wint. Bij Ajax is dat ook zo. Degene die wint, die mag iets bedenken voor de verliezer. Oké, 1 minuut. Ik zie het al heel erg veel beter gaan. 30 seconden. Nog een halve minuut. Nog een halve minuut. 2, 1 en tijd. Oké, nou kom erbij. Looppasje. Hup. 38 punten. Zeg gewoon. Hester en Flien hadden 17. En wij waren het daar kwijtgeraakt. Nee. Weet je, dat is echt iets wat natuurlijk het allerbelangrijkste is. Een beetje winnaarsmentaliteit, toch? Ja. Dus als je wil winnen, dan moet je op zijn minst meetellen. Heel goed. Dus dat heb je maar mooi weer geleerd vandaag. Ja. Jammer, dan heb je het dus eigenlijk al verloren, toch? Ja, of heb je een laatste getal wat je weet dat je gehaald hebt? Ja, we hadden sowieso wel hoger dan 10. En ja, wat hebben we hier, Dominique? 20. Ja, sorry, dan hebben we toch hier de verliezer. Nou, winnaars, kom er ook maar even bij. Ja. Zeg het maar. Nee. Een minuut planken, dat vind ik een mooie hoor. Ook. Nou, gaan we liggen. Ga ik weer even mijn stopwatch gebruiken. Weet je wel. Ja. Is de vorm goed, jongens? Zijn we een plak? Ja. Oh, dat is weer heel nat. Ja. Die moet iets hoger. Oké, nou, dat was goed. Applausje voor de winnaars. Volgende wat we gaan doen. Kel, wat gaan we doen? Afkomende doel. Dus, Kel, we dagen jullie uit. Ik heb mijn team net zien hooghouden, zien schieten. Wij gaan winnen. Dit is het dan, de wedstrijd. Oké, we gaan. Hoe gaat het? Ja, gaan we lekker. Tel? Ja, genieten. En wel met het team, dus dat is gewoon leuk. En met jou en met Kelly. Oh ja, dat helpt ook mee. Ja, helpt ook mee. Gelukkig. Ja, we staan voor. 2. Okay, we gaan even door nu. We gaan even scoren. Jullie niet, wij wel. Nee, wij. Nee, wij gaan wel even scoren. Wij gaan scoren. Nee, dan laten we niet met ons scoren. Klinik wel. Ik heb er ontzettend van genoten. Tot mijn grote spijt hebben wij verloren. Maar ik heb hier naast me wel een aantal winnaars zitten. Hoe was het? Heel leuk. Ja? Heel leuk. Ja, echt heel leuk. Ja. Deze lach gaat niet meer van mijn gezicht houden. Volgens mij moeten we nog een paar meiden bedanken. Ja, jullie. Nou, daar had ik het niet over, maar. Oh, ik wel. Ja, en gewoon de rest van het team. Nou, ik ben ook heel erg blij met jou, met het team, met iedereen. Kel, mijn lieve teamgenoot, ik wil jou ook ongelooflijk bedanken. En voor jou heb ik nog wat. Maar dat gaan we zo even doen. Oké. Als allerlaatst, als klapper op de vuurpijl, heb ik nog wat voor je. Want die schoenen waar ik zojuist op heb gespeeld, die zijn voor jou. En die ga ik ook nog even signeren voor je. Omdat ik gewoon heel blij ben met mensen als jij. Alright? Dus ik ga ze bij deze ook uitzetten voor je. Dat is 1. Het veld is trouwens heel erg nat. Maar alles voor Edien.
Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, vond je deze video nou leuk? Doe dan alsjeblieft even je duimpje omhoog, natuurlijk. En wil je niet meer missen van alle vette video's die we nog meer hebben bij Kookje Piet, abonneer dan eventjes op dit kanaal. Doei!